Hallo, hallo. Uh, als uh, alles juist loopt, dan uh, moet ik uh, nu weer live zijn. Uh, ja, is dat klopt. En uh, kijk, vanmorgen ik de, de, de krant, allez, de, was ik in HLN aan het lezen. En uh, er waren mensen die zeiden van, uh, ja, het gaan misschien weer in een nieuwe lockdown komen. En uh, ik wil daar gewoon het in het ander over delen. Niet dat ik het allemaal weet, sowieso, maar gewoon deel. En een van de zaken is dat een jaar geleden, in maart, hebben ze eigenlijk aan ons gezegd: van eh, kijk, als we twee weken gaan binnenblijven, hal ze in orde zijn. En eh, nou, we hebben gemerkt dat dat gewoon niet waar is. Dat, dat we ondertussen een jaar verder zijn. En nu pleit mensen voor de strenge lockdown. En dan dat we daarna weer allemaal normaal gaan kunnen doen. Ik, ik heb heel, heel veel bedenking daarbij. Want. Ik blijf erbij. Oké, okay, er is een virus. Het is waar. Eh, er sterven mensen, dat is ook waar. Ik vind dat jammer, ik vind dat erg. Maar een virus onder controle houden is een illusie. Dat hani. niet. Dat gaat niet. Eh, Mondmaskers. Een virus gaat door de mondmaskers. Dus zelfs als we gaan, gaan shoppen met mondmaskers allemaal, dat virus gaat zich blijven verspreiden. Waarom? Omdat virus onder controle gaat, is, is een illusie. Net zoals dat mensen het leven onder controle willen houden, dat is een illusie. Wij, wij kunnen zaken niet onder controle houden. Hè? Ik ben een geloven mens, ik geloof dat God bepaalt wat er gebeurt. Niet de mens die gaat bepalen van, ah, oh, we gaan dat hier een keer regelen. Nee, God laat toe, God laat het virus toe, omdat... Om, dat, om misschien mensen dichter naar, naar God te trekken, naar mensen zoiets hebben. Want ja, kijk, zonder, zonder corona hadden veel mensen God niet nodig. Je was van, pff, wat weet je, dat, zeer mij niet. Uh, ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar met het virus, met de maatregelen, vooral dat mensen pakken, ja, zijn mensen, mensen het moeilijk en hebben, hebben mensen lastig. Het is dus daarom dat ik ook denk dat het dat ergens toelaat, omdat, omdat mensen dan eigenlijk. God misschien kunnen leren kennen, omdat ze misschien kracht kunnen vinden hem, en dat ze hem kunnen steunen. Dat, 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 dat ze steun vinden in God en dat God er vast kan zijn. Er zijn ook veel mensen die mij al verweten van, ja, maar met al uw posts dat we dat gedaan hebt op Facebook, nu ben ik wel rustig geworden rond, rond corona, ja, maar alles wat je gedaan hebt, je leeft zelf in angst ofzo, en ik wil echt duidelijk zijn, ik leef echt niet in angst, totaal niet. Oké, okay, er is een virus, het is waar, maar de emotionele manipulatie rond alles, de media, de televisie. Van ja, als jij, uh, had je je moeder niet besmet of je grootmoeder niet besmet, dat, dat is ongezien wat voor emotionele manipulatie dat er eigenlijk aan de hang is. En de meeste mensen zien het gewoon niet, omdat ze er gewoon recht in lopen. En omdat je vanuit angst, als je vanuit angst leeft, dan zie je de dingen niet helder. En dat is wat er eigenlijk momenteel aan het gebeuren is, oké, okay, we kunnen een nieuwe lockdown doen, maar dat, dat werkt niet. Ik bedoel, het zijn al in verschillende landen, hebben ze lockdowns gedaan. Dat, dat werkt niet. Al stilzetten. Ik zei dat de, de economische gevolgen van alles wat we gaan doen gaan gigantisch zijn. Plus ook het feit, er komen regelmatig mensen op straat, demonstranten. Het is niet dat dat, dat allemaal slecht wordt, oké. Okay, er zijn veel besmettingen. Een test die, die eigenlijk in half niet goed werkt. En alleen, we moeten eigenlijk een keer goed nadenken. Ook van, okay, stel dat we lockdown gaan terug. Ja, bedoel Dat virus gaat blijven bestaan. Als we op dezelfde manier verder doen dan we bezig zijn, dan gaan we hier nog vrij, vrij, vrij lang in zitten. En ja, het, is, het is tijd ergens om gewoon, om, om gewoon weer om te leren accepteren dat een virus een deel van het leven is. De reden inderdaad dat mensen niet kunnen... Uh, aanvaarden is omdat ze inderdaad bang zijn om te sterven. En dat is ook zo. Als je God niet kent, dan zou ik ook bang zijn om te sterven. Maar als je God kent, als je Jezus aanvaardt als uw verlosser voor uw zonden, hè, aanzien dat wij als mensen allemaal zondig zijn. En mensen nemen daar moeilijk mee. Hoe komt dat? Dat is omdat Adam en Eva die hebben eigenlijk van de verboden vrucht gegeten en, en dat mocht niet. God zei eigenlijk aan de mens. En dat is super fascinerend aan de mens. We mogen alles doen wat we wilt. Alles mogen doen. In de tijden van Eden. Enkel één ding mogen we niet doen. En wat heeft de mens gedaan? Boom. Dat één ding gedaan. En daardoor zijn we eigenlijk allemaal gedoemd. Ja, om, om, om niet bij God te zijn. En dankzij Jezus, 2000 jaar geleden. Kunnen wij terug eigenlijk ja, verenigd worden met de Vader. En, en veel mensen denken. Wa, die was volledig zot. Maar dat staat in de Bijbel. Ja, ook voor mensen. Er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van, ja, en, uh, we, we moeten, uh, we gaan hier uh, transformeren en uh, we, we moeten ons licht laten schijnen en, en dan gaat dat wel overgaan. Er is een shift in de wereld. Veel mensen zeggen, ja, we gaan van 3D naar 4D naar 5D. Ik persoonlijk, ik geloof daar allemaal niet in. Ik, ik, wat ik, ik geloof is wat er in de Bijbel staat en niet vanuit een, ah oh ja, ik geloof alles wat er daarop staat, nee, maar vanuit een onderzoeken van, ja, wat staat er hier eigenlijk allemaal? Ik ben een zeer kritisch mens, ik heb dat allemaal bestudeerd. En in de Bijbel staat er een Openbaring, en Openbaring gaat eigenlijk over de profetieën, eigenlijk over wat er in de wereld gaat gebeuren. En er staat letterlijk in, is dat de wereld, ja, dat, dat, slecht, gaat, dat slecht gaat komen met de wereld. Er komt een nieuwe wereld wereldorde, mensen, um, er gaan dingen gebeuren, er gaan plagen komen. Hè. Misschien is de corona een van de plagen, misschien niet, dat weten we niet. Maar. Er staat in dat de wereld wordt geregeerd door één globalistische um, um, ja, New World Order, dat, dat eigenlijk ook misschien al ergens aan het gebeuren is. Maar heel veel mensen denken, ja ja, maar we moeten erdoor en we moeten een shift, maar de wereld gaat ga, ga slechter worden met de wereld. En de mensen denken heel de ah ja, hoeveel mensen dan er al zeggen, ja maar 2021 gaat veel beter worden, 2021. Maar ik, ik heb al sinds dag één van de eerste lockdown in maart, ik zei zoiets van... Komt niet goed. De manier waarop wij dingen aanpakken komt niet goed. Je ziet ook uh, heel veel zaken dat er in de Bijbel staan: is dat er geen, geen, geen kas geld niet meer gaat zijn, dat er een nieuwe wereldorden gaat komen. Het zijn eigenlijk allemaal zaken die aan het gebeuren zijn. En ik wil eigenlijk ergens met die ergens mensen waarschuwen: van ja, het is belangrijk om, om ergens een, toch een keer vroeg of laat een keer de, de Bijbel te gaan bestuderen. Want oké, okay, ik kan fout zijn, stel voor ik ben fout. En uh, het is niet waar wat ik zeg, oké, okay, dan is dat zo, hè. dan ga ik uh, mij waarschijnlijk daarvoor excuseren, of I don't, I don't know, ja. Of, uh, maar stel dat dat waar is, wat dat zegt dat de wereld inderdaad slechter en slechter gaat worden, dat we Jezus echt nodig hebben, ja, dan, dan is dat ook misschien een andere invalshoek. En mijn vrouw heeft ooit gezegd tegen hey, mij, kijk, Michael, als je zo verder doet, um, omdat ik zondig was, omdat ik Jezus niet kende, ja, dan had hij de eeuwigheid niet bij God zijn. En dat was bij mij zo, kom, dat, dat is toch niet waar, we zijn allemaal kinderen van God. Nee, nee, we zijn schepselen van God. En we zijn pas kinderen van God als we Jezus aanvaarden als onze verlosser reis op de wereld komt, 2000 jaar geleden, om ons te verlossen van de zonden. En ik denk dat we in de komende periode, dat de, als je God en Jezus niet kent, dat het zeer, zeer lastig kunt hebben in het leven omdat er minder perspectief is. Uh, mensen voelen zich mentaal niet zo goed. Ik zei ook al van in het begin van... Ja, lockdown is, is crazy. Maar oké, okay, bom, mensen, doe maar. Uh, we hebben nooit echt de overheid vertrouwd. Er zijn al jaren... Over schandaal geweest, dan er al wees zijn voorbij. Maanden, ja, dat is niet normaal. Maar bom, wij hebben eens nooit vertrouwd. En nu opeens vertrouwen we alles wat de overheid zegt. Er zijn mondmaskers, kocht hij loos betreft. Die zelf giftig zijn en die marcheren. En ja, ik heb zoiets van mensen, denk goed na voor jezelf. Uh, er zijn raar dingen aan het gebeuren in de wereld. Uh, ik zet u al op een blaadje als we zeggen, uh, als we nu akkoord zijn, en ik zeg niet dat wij ons moeten verzetten tegen maatreden, dat niet, maar we, we moeten God en Jezus leren kennen. Dat is heel belangrijk, want als we nu in lockdown gaan terug, uh, dan gaan we niet naar... Ze gaan zeggen, ja, ja, we gaan streng lockdown, drie, vier weken en het is gedaan. maar ze hebben dat ook jaren geleden gezegd. Hè. Dus ik heb er heel, heel veel twijfels bij hoe dat verder gaat evolueren. Ik kan het ook niet voorspellen. Maar het is ergens vooral belangrijk. Probeer al vast te vinden in dit leven. Als je dat niet hebt, het mentale welzijn is, is zeer moeilijk anders. En ik heb heel veel rust gevonden bij God. Hè. Matthäus 11, vers, 9, uh, vers 28 is van allen die vermoeid zijn. Hè, kom tot mij en ik zal u rust geven. En uh, ik hoop echt dat mensen. Uh, de Bijbel begin alleen een keer bekijken. Ik was ook zeer kritisch, twee jaar alleen, echt waar. Maar nou, ik ben dat beginnen bestuderen en ik merkte eigenlijk dat dat gewoon klopt wat er daarin staat. En wat um, ik wel even deel met mensen als mensen nog andere vragen hebben, um, ik lees heel veel zaken via een app, U-version uh, noemt dat. Uh, het zijn er heel veel zaken in, ook over openbaring, hoe dat de wereld gaat evolueren. Uh, het is wel een beetje schrikwekkend, maar natuurlijk, ja, wat er ook in staat, is dat Jezus gaat terugkomen. Hè. Alleen dat is iets, toen men dat mensen dat zegt, en die meiden, ja, Jezus gaat terugkomen. Ik zeg, wauw, die gast gaat wel nu terugkomen. Maar Jezus gaat terugkomen. En, ja, dat wordt wel zeer interessant als hij terugkomt. En als we hem kennen, wordt het nog veel wijzer. Voilà, dat wil ik even uh, zeggen. Als mensen vragen hebben, moet mij rust sturen. En, um, voilà, veel succes allemaal. En uh, tot later. Jojo.